Dirk van het Klooster, gefeliciteerd. Altijd wel aardig, denk ik, voor jou om voor Kinheim te winnen. Elke win is ben ik blij mee en vind ik leuk. Maar dit tegen je oude club hier, ja, altijd wel extra leuk natuurlijk. Ik had het idee dat zij kansloos waren vandaag in ieder geval. We straften de foutjes af en we sloegen goed de andere jongens. Ik heb vandaag niet zo goed gespeeld, maar aanvallend. Kansloos, nee, ze zijn nooit kansloos. Ik bedoel, ze zijn toch een gevaarlijke ploeg, goede slagploeg denk ik. Maar ja, wij waren even scherper, even op de juiste momenten kwamen we goed door. Ja, zeker in het begin van de wedstrijd maakte je het even verschil, kwam snel op 6-1. Hun pitcher had het moeilijk. Ja, hun pitcher begon moeilijk, ja. Maar ja, dat is ook, wij hebben ook een hele goede ploeg. En dat zie je ook, we staan redelijk bovenin mee te draaien. En dan heeft elke pitcher denk ik wel moeilijk als wij in vorm zijn, ja. Het is ook Amsterdam-Neptunus vandaag. Amsterdam staat voort en niet aan afgelopen ten tijde van dit interview. Wat zijn een beetje de ploegen die 1 en 2 kunnen worden? Zijn het de Pirates in Amsterdam en jullie? We gaan volgende week moeten we tegen Pirates. En dan gaan we het zien. Ik bedoel, we hebben nu tegen Neptunus 2-1 gewonnen in de series. We hebben van Kinheim 2-1 gewonnen in de series. Ja, we gaan maar kijken wat het volgende week wordt tegen Pirates. Ook een lastige ploeg, we moeten vol aan de bak. Verder met jou, hoe jong ben je inmiddels? Ik ben 38, maar ik voel me redelijk goed. Ja, tot wanneer kan een Dirk van het Klooster mee in hoofdklasse? Tot wanneer? Ja. Weet ik niet, totdat mijn lichaam het opgeeft. Zo te zien doet hij het nog niet. Is het anders? Hij doet het aardig weer. Ja, zit het erin, een kampioenschap bij Pioniers? Ja, we gaan ervoor. Kijk, dat kan je niet van tevoren zeggen, maar we gaan er wel voor. Duurt nog even, hè? Duurt nog even. We zijn net begonnen eigenlijk, dus...